Je hebt te maken met de spelersgroep die je overneemt. Je hebt te maken met de resultaten zoals die ervoor waren. Dus dat is heel moeilijk om dat te vergelijken. Ik zou bijna zeggen, ik ben blij dat het nou niet na 3 weken allemaal al fantastisch loopt en alles al helemaal af is. Want dan zou het trainersvak wel heel simpel zijn. Dus dat dat af en toe wat meer tijd nodig heeft. En op de ene, bij de ene club of de ene omstandigheid misschien wat meer dan bij de andere. Maar er zijn ook wel tussen de bedrijven door dingen waar ik heel tevreden over ben. Maar net als vele analisten en journalisten was ik heel ontevreden over het grote aantal kansen wat we afgelopen donderdag hebben weggegeven. Arne, Brian leest niet alles. Doe jij dat wel? Nee, zeker niet alles. Maar ik krijg wel wat mee hoor, zeker. Ja, wat krijg je voornamelijk mee tot nu toe? Want de tendens, met name door die wedstrijd tegen Drita, is nog niet heel positief. Nee, dat was ook terecht, want dat was ook geen goede wedstrijd van ons. Dus wat je meekrijgt is als je na die tijd in een persconferentie zit, de manier waarop de vragen gesteld worden, je dan wel een redelijk beeld hebt bij wat de mensen ervan gevonden hebben. In ieder geval de journalisten ervan gevonden hebben. Maar goed, dat heb ik ook met mijn eigen ogen gezien. Het was vorige keer tegen Drita, hebben we veel te veel kansen weggegeven. Daartussendoor best nog wel aardig gevoetbald. Nou, dat is wel een beetje naar de achtergrond gedreven. En dat is terecht, want als je zoveel kansen weggeeft tegen zo'n ploeg, is het heel logisch dat in elke analyse het met name daarover gaat. Maar je bent pas anderhalve maand nog niet eens bezig. Je moet dingen erin slijpen. Kan je ons wel meenemen of het proces vergelijkbaar is wat je meemaakte bij Cambuur en ook bij AZ? Ja, maar elke stadssituatie is anders. Want dat kun je niet met elkaar vergelijken. Je hebt te maken met de spelersgroep die je overneemt. Je hebt te maken met de resultaten zoals die ervoor waren. Dus dat is heel moeilijk om dat te vergelijken. Ik zou bijna zeggen, ik ben blij dat het nou niet na 3 weken allemaal al fantastisch loopt en alles al helemaal af is. Want dan zou het trainersvak wel heel simpel zijn. Dus dat dat af en toe wat meer tijd nodig heeft. En op de ene, bij de ene club of de ene omstandigheid misschien wat meer dan bij de andere. Maar er zijn ook wel tussen de bedrijven door dingen waar ik heel tevreden over ben. Maar net als vele analisten en journalisten was ik heel ontevreden over het grote aantal kansen wat we afgelopen donderdag hebben weggegeven. Maar je hebt inderdaad tijd nodig om te bouwen en die tijd krijg je ook. Ik lees een interview met de technisch directeur Arnissen die ook echt aangeeft, jongens, geef de tijd om te bouwen, niet in paniek raken en dat ook intern wordt doorgegeven zo. Ja. Moet lekker zijn, dat soort vertrouwen. Ja, zeker. Maar goed, het is voorlopig nog niet zo welke wedstrijd verloren hebben. Dus de eerste opdracht was om door te gaan naar Europees. En dat is gelukt. Weliswaar niet met het beste mogelijke voetbal wat we kunnen spelen. Maar je moet, wat ik zeg, je moet ook wel in oogenschouw nemen waar je vandaan komt als team en als club zijnde. Kijk, wat me wel is opgevallen is dat er heel veel gegaan is over een hele aanvallende speelwijze. Dat we daarom zoveel kansen weggeven. Ja, dan ben ik wel zo eigenwijs, om dat woord even te gebruiken, want ik heb dat ook ergens voorbij zien komen. Om dan eens te gaan kijken, waar komen die kansen vandaan? En dan zie ik dat het 4 keer komt van een lange bal van de keeper. Dan staan we alle 11 spelers van ons achter de bal. Dat is dus geen countersituatie. 1 keer een te korte terugspelbal, 1 standaard situatie. En 2 countermomenten, namelijk de 1-1. Wordt de bal van richting veranderd. En in de allerlaatste minuut, ook een counter, veranderen we nog een keer de bal van richting en valt hij voor de voeten van de tegenstander. Nou, dat is niet lekker, maar 2 counterkansen weggeven in 180 minuten voetbal is op basis van dat je aanvallend voetbal wil spelen niet eens zo heel slecht. Maar dan maak ik het makkelijker, want die andere kansen hebben we natuurlijk ook weggegeven. Maar daar was ik met name teleurgesteld over. Als je met 11 mensen achter de bal staat, een keeper trapt een bal lang en 3 seconden later staan ze alleen voor je keeper. Dat vind ik vele malen teleurstellender dan vanuit een countersituatie een kans tegen krijgen. Helpt het dat tegen Drita kan je eigenlijk alleen maar verliezen? Win je met 3-0, moet het 5-0 worden. Dat je nu tegen een tegenstander speelt die ook geen muur optrekt, waar je ook meer ruimte krijgt, waar het verwachtingspatroon misschien bij iedereen ook anders is. Helpt dat? Weet ik niet. Wij willen gewoon ontzettend graag door deze ronde en ook weer daarna nog naar de groepsfase. Dus voor ons is het verwachtingspatroon wat dat betreft helder. We willen ontzettend graag. We willen ook vooral laten zien dat we veel beter kunnen dan tegen Drita. En dat hebben we ook in oefenwedstrijden laten zien. En dat zie ik ze, maar ja, dat doet bijna elke trainer. Dat zie ik ze op trainingen ook regelmatig doen. Dus voor mij is het beeld wat ik gezien heb, het verdedigende beeld met name tegen Drita, niet het beeld wat ik van deze jongens krijg als ik ze dagelijks bezig zie. Maar het is veel belangrijker dat we dat in de wedstrijden laten zien dan op de trainingen. En dat willen we met elkaar gewoon ontzettend graag om een beter Feyenoord te laten zien dan dat we tot nog toe hebben laten zien. Ja, dat kan een voordeel zijn dat een tegenstander een andere manier van spelen heeft. Van de andere kant zullen we dan aan de bal ook wel heel goed moeten zijn. Want de intensiteit van druk zetten zal ook veel hoger liggen dan Drita. Want die zakt met 10 man rondom een eigen 16. Nou, laat dat nou ook net een onderdeel zijn wat ook nog wel een beetje kan. Hè? Het vele makkelijke balverlies, zelfs als er geen druk is. Dat is wel ook een belangrijk aandachtspunt. En dat zal morgen helemaal cruciaal zijn als je een tegenstander treft die
er alles aan zal doen om als wij balbezit hebben je af te jagen. Gernot Trauner is er voor het eerst bij. Ja, die zal ongetwijfeld gaan. Maar kan die ook al 90 minuten spelen? Hoe ver is die? Ja, daar ga ik eigenlijk wel vanuit. Dat weet je natuurlijk nooit als zo'n wedstrijd hoe dat verloopt. Maar die heeft al meerdere keren bij zijn vorige club 90 minuten gespeeld. Dus die was wel klaar om bij die club waar die speelde, Las Klinis, om 90 minuten te gaan spelen. Volgens mij begon vorige week de competitie daar ook al. Dus die is in principe nu klaar om 90 minuten te gaan spelen. Er is dan één positie op het middenveld die wij niet kunnen invullen. Maar op de basis van de training ziet het eruit dat je je middenveld intact houdt. Ver niet. Wie wordt dan je aanvoerder? Nou, als Leroy niet zou spelen, en inderdaad hebben we gisteren wel in die samenstelling getraind, maar dan is het altijd de vraag of we morgen ook zo starten. Maar als hij niet zou spelen, dan gaat het, maar dat heb ik volgens mij al eerder uitgelegd, dan is de logische volgorde, hou ik voorlopig nog aan, totdat we de eerste competitiewedstrijd beginnen. En dan zal ik bepalen wie onze aanvoerder is. Dat zou ook dezelfde kunnen zijn als de afgelopen weken. En anders, morgen, als Leroy niet zou spelen, dan zou Jens Toorstra aanvoerder zijn. Hè? Want dat is de, na Steven was het Leroy, na Leroy was het Jens. Tot slot, helpt het de tegenstander dat zij al in de competitie zijn? Jullie nog niet, weliswaar Europees, maar twee keer Drita. Helpt dat dat zij toch al wat verder zijn? Of zie je dat niet zo als voordeel voor Lucien? Nou, kijk, als zij 20 wedstrijden op weg zouden zijn, zou je daarvan kunnen spreken. Maar de eerste twee wedstrijden tegen Drita, dan ben je nog vrij vroeg in een voorbereiding. Hè. Ik denk dat we 4,5 week bezig waren. Maar nu zijn we, denk ik, 6 weken met elkaar bezig. Dus dan moeten we fysiek in ieder geval in staat zijn om 90 minuten vol te houden. Dan kom ik terug op het begin van jouw vraagstelling. Of het dan al het voetbal is wat we uiteindelijk voor ogen hebben, is een tweede. Maar ik zit wel constant op dat moment te wachten dat we laten zien dat we veel beter kunnen dan dat we tegen Drita, maar zeker ook tegen ADO Den Haag. Want dat vond ik nog een vele malen slechtere wedstrijd dan die tegen Drita.